Zo, ik heb vanochtend maar tegen Nol gezegd, ik begin een uurtje later met werken, want het is zo'n mooie dag. Ik ga eerst nog even genieten van het zonnetje en van de rust. Dus we zijn hier neergestreken op een veldje aan de Bossenweg. En ik zit hier lekker tussen de bloempjes even te genieten. Ja, rustig is het hier niet echt, want de auto's hierachter die razen gewoon voorbij. Dus ik denk dat ik zo meteen even naar het pontje loop om over te steken en zo de Bossenbroek in te kunnen. Want daar zal het vast nog heel lekker rustig zijn zo op de vroege ochtend. Maar eerst nog maar even hier zitten en lekker genieten. Nou, we hebben geluk. Het pontje ligt aan deze kant. Dus we hoeven hem niet eerst hierheen te halen. En ik zie dat er helemaal niemand is. Dus laten we lekker naar beneden gaan lopen. En dan kunnen we naar de overkant varen. Trico, trico, tra. Trico, trico, tra. Trico, trico, tra. Y olvidar la pena con facilidad. Hay que madrugar. Nou, daar gaan we dan met de moerasdraak. Even kijken hoe het werkt. Rustig draaien aan één wiel tegelijk. Als de ketting vastloopt, gebruik het andere wiel om terug te gaan. Laat het gewicht van de ketting het werk. Eerst maar eens kijken of die stukje deze kant op wil. Hay que madrugar para trabajar, pero esta noche hay que divertirse y hay que disfrutar. Nou, samen dan komen we er wel. Kijk, word ik toch nog een stukje gevaren. Nou, eens even kijken, wij zijn nu hier. We zijn zo met het pontje. Zijn we overgestoken. En nu kunnen we hier in de Bossenbroek gaan wandelen. We zouden richting de Zuiderplas kunnen gaan. Er is toch wel een eindje lopen. Dan ben ik bang dat ik niet op tijd terug op kantoor ben. Maar we kunnen hier wel eens gewoon even de dijk op lopen. Nou, laten we maar eens gaan kijken. Zo, ik dacht, laat ik maar een boeketje bloemen plukken. En dat zet ik dan bij Nol op zijn bureau. Dan heeft die arme, hardwerkende man vandaag ook een beetje lente in huis. Nou, schattig, hè? Hey, daar gaat ons pontje. Nou, dan moeten we even wachten. Nou, we hebben lekker even een stukje gewandeld. En nog even lekker hier gezeten, maar ik ben bang dat het nu toch echt tijd is om terug naar kantoor te gaan. Jammer. Ik zou hier nog een hele dag kunnen blijven zitten in de zon. Maar ja, het is niet anders. Zeg, zullen we even ruilen? Ik kan ook best filmen hoor. Daar ben ik ook heel goed in. Hahaha.
Ah, nog een klein stukje. En wat vond je ervan? Vermoeiend. Zo. Even kijken of dat hier er is. Nee. Maar dat geeft niet. Dan neem ik hier gewoon een glaasje water. Zo. Als hij dan dadelijk terugkomt, dan heeft hij gezellig lente op zijn bureau. Zo. Kijk, Monique. Gezellig, hè? Zo. Nou. Toch nog iets goeds gedaan vandaag. Met het uurtje pauze. Ja, dan nu maar gewoon echt aan het werken. Kijken of dat we iets kunnen vinden. Nieuws. Ik heb op het kantoor heel hard nagedacht waar ik na het wandelingetje bij het pontje vanochtend heen zou gaan. En nou, ik ben eruit. Ik ga eens even de kijkje nemen bij de IJzeren Man. Want het is natuurlijk zo'n prachtig weer dat het hier vast ook alweer hartstikke druk aan het worden is. Het is nog meivakantie, dus de scholieren die hebben nog lekker vrij. Dus ik vond het een heel goed plan om eens even hier een kijkje te gaan nemen. Nog even genieten van de zon. Maanden geleden zat ik hier nog op het winterterras toen hier de fotowedstrijd van de IJzeren Man werd gehouden. En nu, begin mei, zit het hier al helemaal vol met de mensen die genieten van de zon en die lekker even een dagje naar de IJzeren Man gaan. Dus ik ga maar eens even een rondje maken, kijken of dat ik een beetje kan ontdekken wat ze zoal aan het doen zijn. Ik zie dat jullie hier heerlijk aan de IJzeren Man zitten. Zit u hier al sinds vanochtend vroeg? We waren hier om rond nu of 11 zo. En u bent lekker uw krantje aan het lezen? Lekker heerlijk, ja. En ik zie dat er ook gezellig de kinderen mee zijn. Ja, met de hele familie. Niet de hele familie, want die is heel uitgebreid. Nee, ik ben lekker met mijn dochter en mijn kleinkindjes hier. En zo te zien, dan gaan jullie hier heel de dag vertoeven. Dat is wel de bedoeling, ja. Nou, dan ga ik even. U bent dus de dochter, begrijp ik. Ja, ja. U bent ook lekker aan het genieten van het zonnetje. Heerlijk, ja. Woont u in Vught? Ik woon in Vught, ja. Komt u hier vaak? Nou, ik probeer hier zoveel mogelijk te gaan komen, want ik heb een abonnement. Dus... En jij mocht ook mee vandaag, want jij hebt nog vakantie. Ja. Vind je het leuk hier op de IJzeren Man? Ja. Wat vind je het allerleukst? Dat weet ik niet. Ben je al in het water geweest? Ja. Dat is toch nog veel te koud? Nee, niet echt. Zeg, durf je nu een plons te nemen voor ons? Oké. Ja? Nou, ik kijk, want volgens mij is het nog hartstikke koud. Ja, jij lacht er wel, maar jij moet ook even mee het water in. Ben je er klaar voor? Ja. Zal ik aftellen? Ja. Oké, gaat ie, hè? 1... 2, 3! Dat u zich lekker helemaal aan het insmeren bent. Ja. Wat verstandig. Ja, dat moet wel. Hè? Anders gaan we verbranden. Ik ben al een klein beetje verbrand. Ja. Waar bent u voor aan het filmen? Wij zijn van de Vughtse televisie. En we zijn eens aan het kijken wie er op zo'n mooie dag als vandaag al lekker bij de IJzeren Man zit. Ja, we zijn al verschillende keren geweest. Maar nog niet gezwommen hoor. We zijn vandaag aan het twijfelen. Het is nu 18 graden het water. Dus 18 hebben we als minimum gezet. Nou, dus dan willen we het wel proberen. De kinderen die vinden het wel oké. Ik heb net even gevoeld met mijn voet. Het valt een beetje tegen. Ik denk als u nou hier een uurtje blijft zitten en het flink heet heeft gekregen, dat het dan wel lekker is. Dan hebben we hier heel fijn warme douches gekregen. Hè? En dat is geweldig. Dus als je erg koud bent, dan even onder de warme douche en dan knap je weer helemaal op. Goeie kleedruimte. Ik heb me niet omgekleed, maar ze zijn goed. En... hier zijn de douches. En inderdaad, warm. Ja, ik ga hem niet testen hoor, maar ik geloof wat die mevrouw zegt.
dat ze sinds kort warme douches hebben. Nou, ziet er allemaal keurig uit, hè? En hier? WC's. Altijd handig. Ik dacht altijd dat kinderen het zo leuk vonden om zandkastelen te bouwen, maar ik zie dat er ook een formaatje groter het ook wel erg interessant vindt. Dus we gaan eens even kijken. Dag meneer, mag ik hem even storen? U bent zo heerlijk aan het werk. Leuk hè? Hartstikke leuk. Ja, het is een excuus om een beetje met zand te mogen spelen. Heeft u het helemaal alleen gemaakt? Nee hoor, daar hebben we heel goed mee geholpen. Ah, oh, knap hoor. Ja. Hé, en wat moet het worden? Ja, kasteel natuurlijk. Ja, maar komen er nog torens, ja, grachten, torens, bruggen? Op, bruggen en ja, dat komt er allemaal op. Nou, hij ziet er mooi uit nu al. Dankjewel. Lekker zo weer even. Heerlijk. Ja. Wat doet u in het dagelijks leven? U bent misschien ook iets in de architectuur, nee, bouwvakker? Nee, helaas niet. Nee. Dus u kunt hier even uw hart ophalen? Ik kan hier helemaal mijn hart ophalen, ja. En als wij straks terugkomen, is hij dan helemaal klaar? Dat weet ik niet. Weet je wat, als wij nou straks hier weggaan, dan maken we nog even een opname van uw kasteel en wie weet. Naast alleen maar luieren en zonnen, wordt hier ook keihard gewerkt. Mannen? Ja. Hallo, ja. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn een kanohok aan het maken. Voor de paddles die, van de boten die opgeslagen worden. Alleen de paddles of ook de kano's? En voor de havenmeester. Eens even kijken. Ja, twee torens. En twee torens in wording. Nou, dat vind ik een mooi moment om bij af te sluiten. We kunnen hier natuurlijk de hele dag blijven en wachten tot het kasteel nog groter en nog mooier wordt. Maar ja, we moeten weer verder. Ik ben al lang blij dat ik hier nog even lekker de zon heb kunnen meepikken. En dan gaan we maar weer eens verder op pad. Vanaf de IJzeren Man was dit VTV1, de zender voor Vught en Kromvoort. Ik wens u een zonnige dag vandaag. Ik dacht dat het niet zo diep was. We staan op het Ludwina-terrein, dat is het evenemententerrein in Vught. En circus, dat komt naar Vught toe. Het gezellige circus Belly, van oorsprong uit Wenen. Die strijken hier neer van 8 tot en met 12 mei. Dus ook tijdens het Pinksterweekend. Je kunt elke ochtend tussen 10 en 12 aan deze kassa in de voorverkoop tickets kopen. Of 1 uur voor de voorstelling. Maar VTV zou VTV1 niet zijn als we niet iets geregeld zouden hebben voor u. En kijk eens, ik heb 25 vrijkaartjes in de aanbieding. Zometeen tijdens deze reportage ziet u hoe u deze kaartjes het beste zou kunnen winnen. Blijf kijken dus en zorg ervoor dat je pen en papier bij de hand hebt, want het e-mailadres dat heb je straks ook nodig. 1 van de 25 vrijkaarten kun jij dus winnen voor een heerlijk, ontspannen, maar vooral supergezellig dagje circus. Samen met je gezin, met opa en oma of misschien wel met je vriendjes. Nogmaals, de voorstellingen die beginnen, de première is donderdag, dan hebben we vrijdag, zaterdag, zondag en op maandag ook nog 1 voorstelling. En 1 ding zou ik zeker doen, gezellig naar het circus komen, want dat is hard werken daar. Nou, over hard werken gesproken, misschien dat ik iemand kan vinden die Nederlands praat en ons een kleine rondleiding kan geven over het circusterrein, nog voordat ze compleet zijn opgebouwd. Thank you.
En dan de 25 vrijkaarten die we gaan weggeven. Let op, dat is erg belangrijk. De vraag is om kans te maken op één van de 25 kaartjes. Is de vraag van wat is dit voor aap? Ofwel, wat voor ras is het? He, zoals bij honden heb je een poedel. Nou, wat voor ras is deze aap? Als je dat weet, stuur dan een e-mailtje. Hallo, aapje. Als je dat weet, als je het antwoord weet, stuur dan een e-mail naar redactie@vtv1.nl en maak kans op één van die vrijkaarten. Nou, ga dus eventjes goed zoeken. Misschien op internet of misschien weet iemand van je ouders of je opa en oma wel wat voor aapjes dat zijn. Ik heb ze hier, kaarten. Dus die kun je inruilen elke dag. Dus het is niet een bepaalde dag dat je daar speciaal naartoe moet. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag of maandag. Op een van de dagen kun je een van deze 25 vrijkaarten gaan gebruiken. En kun je gezellig naar het circus, want het wordt een hele spectaculaire voorstelling. Heel mooi. Het enige dat je hoeft te doen is dus het juiste antwoord te mailen naar redactie@vtv1.nl. En daar zijn ze voor jou, tenminste eentje daarvan.